Maat, kijk mijn gezicht! Kijk mijn gezicht! Yo, gasten! Weet jullie nog toen Mark mij heeft geprankt met die smackcam? Het pad zit helemaal vol. Ik zeg, let's do this. Oké. Surprise, motherfucker! Wow! Kijk eens! Het is nu tijd voor een payback. Ja, en een hele grote payback. Dus er heeft Ivo hulp bij nodig. Dus Niels en ik helpen eventjes mee. Let's go. Voordat Ivo aan de slag kan, moet hij wel eerst een bordje vol met scheerschuim hebben. Dus ik ga hem daarbij helpen. Ja, we hebben natuurlijk een GoPro'tje en die GoPro die gaan we even goed verstoppen hier. Gewoon hier een sjaaltje opnemen. Oké, de GoPro staat aan en Mark kan elk moment komen. Het is zo fucking veel, vriend. Het is echt veel. Ja, het leukste van alles is... Ja, oefen even dat shot, dat je hier naar mij toe komt. Daar komt hij aan. Hij heeft echt geen idee wat te wachten staat, maar... Mark, fuck jou, nou ben jij een keer de lul. Zorg dat je niet ziet. Vol. Hey Mark, flik op de hut en als contact. Oh, snel. Kom, ik ben snel. Kom, opruimen, alles. Fuck, zie je nou. Mark, kijk, alles opruimen. Jongen, jij brengt mij. Jongen, daar kan ik toch niks aan doen? Nee, ja, alles opruimen. Zoals jullie zien is het ondertussen avond. Mark die is al lang thuis, die heeft al lang andere kleren aangetrokken. Alleen, de prank die is nog niet over. Wij gaan namelijk Mark paybacken. De vorige keer heeft hij mij geprankt met ongeveer zo'n grote smackcam met een klein badje. Maar ja, wij bij Small moeten natuurlijk extremer doen en wij hebben een hele boot geregeld. Ik ga het hele plan voor jullie uittekenen op een bord. Dit is wat we gaan doen. Operatie Mark is de lul. Dit is het echte plan. Mark die komt dadelijk hierheen, want hij denkt dat hij bier komt halen. Want hij gaat dadelijk naar zijn maatjes doen. Ik ga met hem mee, maar de bier ligt daar in die koelkast. Dus hij komt dadelijk door hierheen om bier te halen. Niks vermoedend de trap op. En dan is het showtime. Want dan heeft Ivo de grote boot vast. Vol met scheerschuim los. Bam, jongen! Nou, het dingetje is, momenteel is de setup van de banken op het kantoor dit. Maar daar hebben we dus een probleem, want we willen die boot natuurlijk frontaal tegen Mark aangooien. Want kijk, je kan die wel boven van de trap gooien, maar dan zit hij niet helemaal onder. Maar als je hem zo plats tegen hem aangooit, dan zit hij van top tot teen helemaal onder met schuim. Dus wat gaan we even doen? We gaan even deze bank en deze kamerplant weer op de oude locatie neerzetten. Dit is de oude setup, jongens. Zo zag het kantoor er vroeger uit. Kijk. Hoppatee, oh, er ligt nog allemaal rotzooi achter. Ivo heeft dus de bank weggezet en voordat Mark hier komt is dus de noodzaak dat we even goed oefenen, want hij moet natuurlijk wel raak zijn.
En ja, we weten niet precies het goede moment om te gooien en dan gaan we dus nou eventjes uitzoeken. Ik heb de camera even op het aanrecht gezet, nu is het tijd om het uit te gaan testen. Rob, ik ga eigenlijk compleet af op jouw voetstappen. Gooi, 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 gewoon lekker gooien, ik ga, ik ga af op jouw voetstappen. Oké, komt ie. Het was best goed voor ja, hij was best goed voor de best oké. Okay. Maar ik denk dat je nog beter iets langer kan wachten. Nee, nee! Maar als ik eerder gooi. Nee, geloof me maar. Rob, je wil niet eerder gooien, dan ga je juist missen. Nee, hij moet. Hij moet juist. Eerder. Hoe minder, Rob, geloof me even, jongens, even basics. Hoe minder ver je iets hoeft te gooien. Hoe sneller het raakt. Waar raak ik het makkelijker? Als ik nu iets tegen Rob maar gooi, of als Rob verder weg is? Ja, maar weet je, Ivo heeft één ding nog niet bijgerekend. En dat is dat het scheerschuim best wel zwaar is. Dus geloof me, voordat hij er is, dan merk je van, oh shit. Nee. Je moet echt iets eerder gooien. Nee, Rob, die plakt over hem heen. Kijk, dit slamt in jou. Kijk, let op. Als dit nu in jou, kijk, boem. Dan zit jij, geloof mij, dan zit jij helemaal onder. I'm counting days upon these narrow prison walls. Na een kwartier met boten te hebben lopen gooien zijn we er uiteindelijk uitgekomen. En dat is dat Mark hier aan de voorkant gesmashed gaat worden, ongeveer hier. Hier, zodra hij hier is ongeveer. Hier. BAM! Dat is leuk gekke Markie, die grootste smackcam ooit. Maar je weet wat ze zeggen. Het payback mag altijd harder. Tijd om de boot te vullen. Oeh, dit is al van twee bussen, hè. Laat staan dat je daar al die flessen hierin gooit. Wow. Je gaat iets niet goed. Hey, zo kan het dus ook. De vorige keer was het 1/20ste ongeveer van wat we hier nu in stoppen. Misschien nog wel 1/30ste. En dat duurde al lang om op te ruimen. Dus kun je nagaan hoe lang dit gaat duren. Immens lang. Hey yo, jongens, kijk of het hele bad is gevuld. En ik heb Mark een kalletje gegeven dat wij gewoon op kantoor zijn. Dat hij zijn biertjes gewoon kan ophalen. Dus ik verwacht hem hier elk moment. We moeten uit dat andere raam kijken. Ja. Hij komt sowieso via kasteel aan. Hier. Via deze. Kijk eens als je hem in de verte ziet. Wat zei hij dan? A few moments later. Daar komt hij. Daar reed hij. Snel, snel, snel. Snel, zet hem. Officially been paybacked. Payback mag altijd harder, jongens. Onthoud dat. Een payback mag altijd harder. Maat, ik hoor amper iets. Het zit helemaal in mijn oren. Oh, wat dan? Maat, kijk mijn gezicht. Kijk het hele kantoor. Ja, het is zelf. Maat, kijk het hele kantoor. Kijk mijn gezicht. Gaan we dit opruimen? Jullie zijn wel gek. Hoe gaan we dit opruimen? Jullie zijn wel echt gek. Gekke. Ik dacht op een of andere manier, ja, er gaat nog iets komen, maar ik dacht niet dat je een boot had gevuld. Hey, maat! Maat! Wat? Oeh. Kijk, precies op de lucky plek! Lucky plek! Maat, kijk eens, patas! Vrienden, patas! Oh, patas! Daar gaat het bijna! Gaat al bijna op zijn bakjes, die vent.
Oké, jongens, dat was hij dan. Payback mag altijd harder, onthoud het. Zorg dat je abonneert op beide kanalen. Dat kan hier ergens in het scherm door te klikken op de ronde logo's. Kanaal van Gekke Markie en van Smoor. En dan zeggen we zoals altijd, later!